Vandaag zijn wij te gast bij de opening van Play-In, het nieuwe indoor speelparadijs in de Wol. Gaan jullie mee een kijkje nemen? Hey Jaap, wat heb jij gedaan? Ik ben van de glijbaan geweest. En wat is dit voor glijbaan? Een eentje die van een ramp afgaat. Wat kom jij hier vandaag doen? Vandaag is mijn meet and greet. En hoezo hebben ze een meet and greet met jou dan? Omdat ik ging een speelparadijs openen. En daar van YouTube zijn heel erg veel kinderen die mij heel erg aardig, heel erg veel mijn YouTube video's kijken. Dus daarom is vandaag mijn meet and greet. En wat voor filmpjes heb jij op YouTube staan? Allemaal video's met slijm. En ik heb gisteren ook nog een video gemaakt. En daarin staat dat ik in een bad vol met slijm ging. Een bad vol met slijm? Echt waar? Ja. En hoe was dat? Heel erg leuk. Wat heb jij daar? Slijm. En hoe heb je dat gemaakt? Scheerschuim. En water en lijm en zeep. En ik vind het er een beetje gek uitzien. Kun je daar leuk mee spelen? Ja. Mag ik ook eens voelen? Oeh. Vandaag is de opening. Hoe vind je het tot nu toe gaan? Ja, goed. Ik heb gezien dat de kinderen het heel erg naar hun zin hebben. En het loopt best gesmeerd. Er zijn natuurlijk af en toe nog dingetjes die nog niet helemaal zoals het hoort. Maar ik mag niet klagen. En hoe zijn jullie op dit idee gekomen van Play-In? Een onderdeel van Play-In is Climb-In, een soort funklim concept. Dat wilde ik graag ergens beginnen. Dan zijn we op zoek gegaan naar een locatie. Alleen moet die heel hoog zijn en qua oppervlakte maar klein. Dus die is eigenlijk niet te vinden. En toen kwamen we bij deze ruimte uit. En toen dachten we van nou, als we in die andere meters dan eens iets anders leuks neer gaan zetten. En zo een beetje een breed concept waarin voor families, voor alle leeftijden iets actiefs te doen is. Dat is eigenlijk waar het om draait hier. Leuk. En wat vond je er heel leuk aan? Nou, het is hartstikke leuk en er zijn ook veel vrienden en het is hartstikke groot en je kan heel leuke spelletjes doen. En wat vond je het allerleukste om te doen, Stijn? Ik denk toch wel, moeilijk te zeggen. Het zijn heel veel dingen leuk. Een hele snelle glijbaan is leuk, omhoog klimmen is leuk. Bijna alles is wel leuk. En het lijkt net een beetje of je gewoon onder water zit. En Pim, wat vind jij van dit speelparadijs? Nou, dat je hier met zo'n skaters kon rondrijden.